Je sleutelhanger klaarmaken voor de 3D-printer. Daarvoor ga je naar de site. Je gaat natuurlijk naar SketchUp en 3D-printen. Je gaat een klein beetje naar beneden en dan kom je hier. Verdeel je sleutelhanger in plakjes. Installeer Flashprint. Dat doe je via deze link. Dat moet je als eerste doen. Dan heb je die helemaal geïnstalleerd. Let daarbij op de schildjes. En dan ga je verder. Je gaat naar het tekenprogramma in SketchUp. Je hebt namelijk jouw hele ontwerp klaargemaakt. En dan ga je naar de drie streepjes. Dan ga je naar download. En bij download ga je naar STL. STL is de manier waarop je dat kan doen. Hij eh, gaat naar de downloads. Bij mij gaat hij automatisch open, maar anders moet je even naar dat onderdeeltje kijken. Openen bestand. Hij opent hem meteen in FlashPrint. Kijk, daar heb je hem al. En bij de nieuwe versie zeg je: nee, dat is niet nodig. Oké, okay, mijn onderdeel ligt hier. En bij mij is hij heel klein. Het kan zijn dat hij heel groot is geworden. Dan moet je uitzoomen en om hem weer kleiner te hè, te maken, dat hij past in de printer. Kijk, hier ligt mijn onderdeel. We gaan hem nu even op de juiste schaal maken. Je ziet hier een balk en als je ze allemaal afloopt, dan kun je allemaal dingen doen. We beginnen eerst met het vierkantje met de twee pijltjes, scale. Daar druk ik op en ik zie hier dat in de x-richting, dat is in deze richting, dat die 9 mm is. Nou, die wil ik groter hebben, die wil ik namelijk 45 mm hebben. 45 intik je op je toetsenbord en dan enter. En je ziet dat je uh, sleutelhanger helemaal uh, groter wordt over zijn geheel. Heb je die klaar, dan gaan we hem uh, verdelen in plakjes, want we hebben een printer die twee kleuren aan kan. En dat doe je met Cuts, dat is deze hier met die stippenlijn. En je ziet dat hij hem nu in de uh, verticale richting aan het snijden is. Dat willen we niet, we willen hem in de horizontale. Dus je drukt op deze en dan ga je naar dat rode vlak en dat haal je omhoog tot de plek waar je wil snijden. Dus niet hier. Want dan krijgt dat de vlak ook nog wat mee. Nee, ik wil alleen in mijn geval de fiets gesneden hebben. Belangrijk dat je dan hier het vinkje aanzet. Keep the parts in place. Die druk je aan. En dan zeg je start cuts. En hij heeft hem gesneden. Hoe kan je dat controleren? Nou, door hier overheen te gaan. Je ziet dat er dus nu twee onderdelen ontstaan zijn. Heel goed. Dan gaan we even naar view. Dat druk je even op. Dat heeft ermee te maken dat we nu dit, uh, de hier de... Uh, Nozzels, oftewel de spuitmondjes, aan kunnen toewijzen. Ik ga op één onderdeel staan. Het onderdeel, bijvoorbeeld de bovenste, die klik ik aan. Dan komen er van die witte vierkantjes omheen. Dan doe ik een rechtermuisknop en met de rechtermuisknop ga ik de extruder kiezen. Oftewel het spuitmondje wat ik wil hebben. Of de rechter of de linker. En dat ligt er een beetje aan welke kleur er in de printer zit. Welke kleur zit rechts, welke kleur zit links. In mijn geval, ik wil rechts. Dat de bovenkant is, en dan pak ik die andere beet en dat doe ik ook. Dus eerst aanklikken en dan rechtermuisknop, en daar kies ik links. En je ziet dat er dus nu twee kleuren zijn ontstaan. Heb je dat klaar? Ga je hier naar boven: Start slicing. Je controleert PLA, dat is het materiaal wat we hebben. De machine, de Dreamer, helemaal goed. En dan ga ik naar Slice. Hij gaat een paar vragen stellen. Het model is off the platform. Toch slicen? Ja, toch slicen. Add wall, oftewel een, 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 ja, een muur eromheen. Maar dat heeft ermee te maken dat hij hier iets moet gaan printen. Moet je ja zeggen. Add raft, dat is eigenlijk een onderkantje. Die moet je ook toevoegen. En hieronder zie je dat hij dus in stukjes aan het verdelen is. Ja, nu is hij klaar. Je kan dus nu hier de uh, print gaan downloaden. Ja, dus hier sla je hem op. En in dit geval de fiets VKR2 heet die in dit geval. Want ik had hem al een keertje gedaan. En het is een GX bestand. En je moet even goed kijken waar heb ik hem neergezet. Ik zet hem in mijn geval in downloads. Je kan hem ook uh, in een mapje zetten van techniek bijvoorbeeld. Maar ik zet hem in downloads. Opslaan. Hij is dus nu opgeslagen. Ga ik nu naar de map, de verkenner. Het gele mapje onderin. Ik ga naar downloads. Dan zie ik hier namelijk mijn fiets zie ik staan. Ik maak hem even ietsje breder. En je moet namelijk het juiste bestand dadelijk op het stickje zetten. Niet deze, dit is het STL-bestand, die heb je niet nodig. Nee, je hebt het GX-bestand nodig. Het GX-bestand moet op het stickje komen. Dus als je het stickje in je computer hebt gestoken, dan kan je deze beet pakken en zo beet pakken en verschuiven naar het mapje waar het stickje staat. Die gaat dan, het stickje gaat dan naar de printer. Uh, het gaat jullie lukken. Ik weet het zeker en eh, succes ermee.